Op de Sri Ganesh School op het Marowijnenproject is vanmorgen het project Educatieve Muurschildering van start gegaan. Het project is een initiatief van jeugdparlementariër Senani van Troo. Haar motivatie is dat de school een tweede huis is voor kinderen. Ze brengen 1/5 deel van hun dag daardoor en moeten zich dus ook thuis voelen. Het project Educatieve Muurschildering is een tweede pilotproject waarbij nu de muur van de Sri Ganesh School zal worden omgetoverd in een educatieve muur. Er worden tekeningen en teksten geplaatst die de leerlingen motiveren om betere schoolprestaties te leveren. Van Troo krijgt bij het project ondersteuning van de schoolleiding en de van organisatie, de Youth. De educatieve muur op de Sri Ganesh School moet de leerlingen vooral in het derde kwartaal de laatste duurzame motivatie geven. Wij zijn ervan overtuigd dat indien de omgeving van de jongeren kindvriendelijker en gemotiveerder eruit ziet, dat kan leiden tot betere schoolprestaties. In het Nationaal Jeugdparlement functioneer ik als lid van de Commissie Onderwijs en Ontwikkeling. Een der taken van deze commissie is projecten, methoden, voordragen voor de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele vaardigheden van de Surinaamse jeugd. En bij uitstek is dit project precies wat hieronder valt. Mogen de Heer Almachtig ons helpen tot de oplevering van dit geweldig project. Ondertussen is dit ons tweede project met mevrouw Van Troo. En we hopen met jullie allemaal samen dit project tot een succes te maken. We willen vooral mensen bewegen om te helpen. Want de wereld is al zwaar genoeg voor een heleboel mensen. Wat we als groep proberen te doen is enkel wat kleur toe te voegen waar mogelijk. De muurschildering wordt vervaardigd door de kunstenaar Kelno Forswijk op verzoek van jeugdparlementariër Van Troo. Zorgcoördinator van de Sri Ganesh School, Siyama Bisai, is enorm blij met het project Educatieve Muurschildering op haar school. Als zorgcoördinator op de school wilde ze altijd een kindvriendelijke omgeving. Waar er kinderen zijn, is er sprake van zorg. En wij moeten alle andere factoren vermijden die de zorg vergroten. Een kindvriendelijke omgeving betekent betere prestaties voor onze kinderen. Onze jongeren is de toekomst van morgen. Daarom is mijn motto: onze kinderen, onze zorg. Aldus Siyama Bisai, is zorgcoördinator op de Sri Ganesh School, een basisschool op het Marowijnenproject. Ze sprak vanmorgen bij de start van het project Educatieve Muurschildering.